Wat hebben we allemaal nodig? Afvalzak, zeildoekje met alcohol, bedbeschermer, reserve handschoenen. Handschoenen zitten nu ook in onze sondageset. Hibidil als ontsmettingsmiddel. De Nelaton-sonde Charrière 16 en reserve. En installeergel. Eenmalige katheterisatie bij de man voor residubepaling. Residubepaling heel belangrijk, dat je dus de patiënt eerst vooraf laat op een spontane manier plassen. Deze hoeveelheid opvangen in een urinaalgier betreffende de man. Deze hoeveelheid meten en daarna de sondage uitvoeren bij de man om de residubepaling te doen. Als rechtshandige verpleegkundige sta je aan de rechterzijde van de patiënt. Als linkshandige verpleegkundige sta je aan de linkerzijde van de patiënt. We gaan ons nachtkast opnieuw aan het voeteneinde plaatsen. Het is ook hier weer heel belangrijk dat er vooraf een correct intiem toilet is uitgevoerd geweest door de patiënt zelf of door jou als verpleegkundige en dus handen gewassen vooraf. Men gaat dus beginnen met opnieuw ons werkvlek te ontsmetten. Uw bed staat ook op werkhoogte. Het is heel belangrijk dat uw bed voldoende hoog staat. Je kunt aan je patiënt duidelijk maken dat de voorbereiding wat langer duurt, maar dat de interventie op zich niet lang duurt. Je afvalzak plaats je niet in bed, maar ga je dus vastmaken aan het nachtkastje. We kunnen onze materiaal klaarzetten, dus handontsmetting in de buurt, onze sondageset, bedbeschermer en installeergel, de reservesonde en reservehandschoenen kunnen we terzijde zetten. We beginnen eerst met de niet-steriele handeling en dat is het klaarleggen van de bedbeschermer. We gaan de patiënt nog afdekken. Het openen van onze sondageset. Handschoenen loodrecht uitnemen en aan de kant leggen. Ons steroïdeveld verticaal uithalen. De gesloten zijde aan jouw kant openen. Bovenaan openen. En onderaan openen. Veld openleggen en de binnenkant niet aanraken. Onze installeergel openen en op een steriele manier op het veld. De Nelaton-sonde Charrière 16. Op het einde de verpakking niet afscheuren, een draaibeweging maken en uw sonde op een steriele manier op het veld. Ons ontsmettingsmiddel op alle deppers de volledige dosis uitgebruiken. Onze blisterverpakking
zetten we even aan de kant. Nu is het moment aangebroken dat we de urinaal plaatsen tussen de benen van de zorgvrager en het afdekdeken naar boven brengen, tenzij de zorgvrager het zelf zou kunnen. Onze handen ontsmetten. Zorgen dat het ontsmettingsmiddel goed droog is, vooraleer dat je de handschoenen aandoet. Als rechtshandige ga ik opnieuw mijn rechterhandschoen als eerste aanbrengen. Stap achteruit zetten. Zorgen dat de duim vinger zit hier niet juist, geen enkel probleem. Gaan we straks in orde brengen. We mogen ons papiertje van de tegenhouden. We gaan dus opnieuw met alle vingers erin. Stap achteruit, duim goed achteruit en steriele handschoen aandoen. En nu kan ik de vingers juist steken. De blisterverpakking nemen we aan het boordje vast, plaatsen we tussen de benen van de patiënt met de deppers verst van de patiënt. We maken installeergel klaar, de dop eruit, de prop uitspuiten, mag op de top van de sonde. Onze pincet pakken we vast met onze steriele handschoenen en depper leggen we terzijde. Nu is het moment aangebroken dat we één hand gaan desteriliseren. We gaan het mannelijk lid vastnemen, de vooruit naar achteren schuiven en deze zo verticaal mogelijk houden. Met de eerste depper gaan we goed de meatus reinigen. Depper weg. Met de tweede depper de eikel. En met de derde depper de overgang naar de voorhuid. Pincet leggen we met de punten terug bij de steriele deppers. We nemen de installeergel, brengen deze in de meatus. We gaan ongeveer een cc of 2 inbrengen. En wachten dan ongeveer een 2 à 3-tal minuten. In deze tijd gaan we dus de patiënt informeren wat er verder zal gebeuren. Na de inlooptijd van ongeveer 2 à 3 minuten gaan we de volledige spuit inbrengen, langzaam in de uretra. Het is belangrijk dat je het langzaam doet, dus dat je niet alle gel verliest. De lege spuit mag terug neergelegd worden op het steriel veld. En dan gaan we dus de Nelaton-sonde vastnemen. Deze nemen we vast in één beweging. Belangrijk is dat we dus de sonde in de meatus brengen, totdat we de eerste bocht ervaren. Ervaren we de eerste bocht, dan brengen we het mannelijk lid wat horizontaler en brengen we de sonde verder in. Voldoende diep. En dan laten we de urine afvloeien in de urinaal. Als de urine stopt met afvloeien, kunnen we nog altijd een keer vragen aan de patiënt om te hoesten en gaan we de sonde een klein beetje terug achteruit trekken. Eens de urine volledig gestopt is met afvloeien, maken we een knik, brengen we het lid terug in relatief verticale positie en gaan in één vloeiende beweging
de sonde uithalen. Deze mag terug neergelegd worden op het steriel veld. Met de depper kunnen we de eikel proper maken en de voorhuid opnieuw naar voren trekken.